Buren. Klein, maar schitterend oud vestingstadje in de Betuwe. Hier heb ik het genoegen een zeer aimabel en tevens erudiet man te mogen ontmoeten en naar hem te kunnen luisteren wanneer we praten over vrijmetselarij. Ontmoet Rien Wesseling, vrijmetselaar. Rien, mag ik zeggen, hoop ik? Ja, graag. Heel fijn. Ik vind het enorm leuk dat je de uitnodiging hebt geaccepteerd... dat we hier konden komen om een gesprek te hebben over de vrijmetselarij. Want ik heb een werkstuk van je gehoord, of zoals wij dat noemen, een bouwstuk van je gehoord, dat nogal indruk gemaakt heeft op mij. En ik zou het heel plezierig vinden als we daar wat dieper op zouden ingaan. En in de eerste plaats denk ik dan dat ik terechtkom bij die voortstuwende wereldorde waar je het over hebt. En over de noodzaak van verandering. En nou lijkt het me interessant om die tweede vrijmetselarij en de wereldorde in verband met veranderingen de toekomstvisie even van je te kunnen krijgen vandaag. Ja, nou, de wereld, de voortstuwende wereldorde, daarin zit al besloten. Verandering, voortstuwing, een wereldorde die voortgestuwd wordt, die staat kennelijk niet stil. En in dat werkstuk, dat bouwstuk waar je aan refereert, heb ik eigenlijk ook die verbinding willen leggen. Vrijmetselarij gaat over die veranderende wereldorde en alle bewegingen die verandering willen tegenhouden, gaan daarmee in tegen de wereldorde. Het is dus in mijn beleving onnatuurlijk en ook niet productief om niet met verandering bezig te zijn. En in de ritualistiek van de vrijmetselarij, die heel rijk is, met heel veel verschillende kanten en aviroutes en dergelijke, bestaat bij sommigen wel eens een neiging om dat dan maar vast te leggen. En zo is het. En het, ja. Zo is het stukje. Ja. Daar verzet ik mij tegen, is een groot woord. Maar ik wil graag benadrukken dat er in die ritualistiek juist ook heel veel ruimte is om die voortstuwing en die verandering en met elkaar verder komen. Om dat woorden te geven, begrijpelijk te maken, deelbaar te maken. Ja. Door de rituelen van de vrijmetselaren daar juist voor te gebruiken. Yes. Maar dan moet je ze wel op die manier ook durven vertalen. En moet je durven te zien daarin dat het juist over die voortstuwing en niet over het behoud van het oude gaat. Ja, dat is mooi, want het behoud van het oude, dat is natuurlijk psychologisch gezien een heel interessant onderwerp. Want als je het oude loslaat, dan laat je je eigen vorm van zelfidentificatie los. En dat betekent dus een soort van een dood die je tegemoet moet treden. Ergo, onze ego moet sterven. En daar zien we eigenlijk nooit zitten. Daarom vind ik het zo mooi dat je zegt. En dan vraag ik me af, zit er in de vrijmetselarij iets besloten die een opening geeft of die duidelijkheid verschaft over die fluctuerende of die flexibele mogelijkheden om die zelfidentiteit anders te gaan zien, anders te gaan ervaren? Ik denk dat voornamelijk dat het je heel erg kan helpen om de angst voor die dood, voor dat afscheid nemen van wat was in jezelf of in datgene wat je tot jouzelf wil betrekken, om die angst om te zetten in een omarming. Dat is mooi. Er zijn ook rituelen die we in de vrijmetselarij gebruiken, waar het ook heel erg gaat om het afscheid nemen van het oude en de spanning die het nieuwe dan met zich meebrengt. En dat heeft in het ritueel heeft het ook hele mooie plaatsen, dat het oude niet per se niet meer bestaat. Het is alleen niet meer het leidmotief. Yes. En het oude kan wel degelijk meeklinken
in het nieuwe. Waarom zou je het oude moeten weggooien? Je moet alleen niet aan het oude blijven hangen. Nee, het moet niet exclusief zijn. Want dan kom je tot stilstand. Nee, dan kom je tot stilstand. Maar een besef van waar het nieuwe vandaan komt, mag er natuurlijk zijn. En uit het oude, het goede van het oude, waarom zou je dat ineens niet meer leuk moeten vinden? Je moet je moet een stap verder en voorwaarts durven maken. En juist omdat je weet dat het oude mag blijven bestaan in een vernieuwde orde. In dienst van de nieuwe orde. In dienst van, of naast, of referentiepunt voor de nieuwe orde. Dat kan het ook zijn. Want ik kan pas iets als nieuw bestempelen als ik weet hoe het oude eruit zag wellicht. Yes. Dus dat oude kan een enorme rol spelen in de perceptie van dat nieuwe. En dan, als je dat meeneemt, hoop ik voor mensen dat het minder eng is om het nieuwe te omarmen. Yes, als dat beseft wordt, hè? Ja. Dat is het inzicht wat men wil. Ik wil geen boosheid dat het oude niet goed zou zijn. Juist. Maar het is de wens om het nieuwe, om met nieuwe kennis te mogen maken. Yes. En die wens en die nieuwsgierigheid misschien wel, die zit prachtig besloten in de vrijmetselaars ritualistiek. Voor hen die bereid zijn om dat ook te zien. Want daar zit zoveel rijkdom in. Je kunt daar veel wegen in gaan. Ja. En wat ik in mijn bouwstuk heb willen doen, is juist deze weg, het omarmen van die verandering, nou eens te expliciteren. En ja, zo sta ik ook zelf wel heel erg in die vrijmetselarij. Ja, ik kom bij nu in mij op dat als we in een vernieuwende fase komen, dan worden de mindere kanten van die nieuwe fase nog niet herkend, want we zijn al lang blij dat we uit de ellende van de vorige fase komen. Zonder dus in de gaten te hebben dat elke fase opnieuw zijn, zeg maar, ik noem dat pathologische kanten, gaat krijgen. En wij zien nu de pathologische resultaten van onze industrialisatie, dat we de aarde naar de donder helpen als we doorgaan met die vervuiling enzovoort. Maar dat was niet in de tijd toen ze stoommachines uitvonden. Hè? Dus nu is dat is zo mooi. En als de vrijmetselarij een trigger kan zijn om te laten zien dat telkens vernieuwing mogelijk is om verder te komen uit de pathologieën en alleen dan ook wat je zegt, de goede kanten van het niveau wat je verlaat mee kan nemen, als een teleologisch stratum, zeg maar. Ja. Dat is schitterend, ja. Ik denk dat dat wel de meest waardevolle omgang is die je kunt hebben met datgene waar je nu middenin staat. Dat gaat mank lopen op het moment dat je datgene wat je nu hebt toch vanuit een moraalstellende optiek gaat bekijken. Als je gaat zeggen dat daar dus waarden aan zitten die de vrijmetselarij dan zou vertegenwoordigen. Want die zijn gedoemd bij de eerstvolgende golf ook mee onder te gaan. Yes. Als je de vrijmetselarij als werkwijze, als benaderingswijze, als taal misschien wel zou willen zien, dan kun je met datgene wat de vrijmetselarij jou biedt, de zich veranderende werkelijkheid steeds opnieuw een plaats geven, in beeld brengen, deelbaar maken met elkaar. Omdat door taal kun je delen. En je moet de vrijmetselaar niet bang zijn dat ook taal zich ontwikkelt. Dus ook de vrijmetselarij als medium, als overdrachtsvehikel, ook over de tijd kan, zal en ook misschien wel moet ontwikkelen. Ja. Dat is ook om nieuwe generaties aan te blijven spreken. Want dan gaat het ook over omgangsvormen, dan gaat het over taalgebruik, dan gaat het over vergelijkingen die je maakt en dergelijke. Ja, dat zou wel moeten passen in het cultureel beeld van de gebruiker van deze taal. En dat hebben we nu 300 jaar lang kans gezien om dat te laten evolueren. Maar je ziet wel dat daar toch ook wel een vraag ontstaat om, hè, als je als vrijmetselarij breder aanspraak wil maken in de wereld, dat je dan ook
bereid moet zijn om zelf daarin te veranderen als medium. Ja, precies. De zelferkenning dat je niet stil kunt blijven staan, zoals je ook aanduidt in jouw werkstuk. Dat stilstand teruggang betekent, hè? Onherroepelijk teruggang. Onherroepelijk. Ja. Dat is in alle facetten van het leven en in de natuur is dat hetzelfde. Dus dat kun je niet anders zien volgens mij. Maar het komt in mij op nu dat wat jij zegt, in een vertaalslag die ik nu maak, is dat de vrijmetselarij een prachtige ontdekkingstocht is eigenlijk. In de ontwikkeling van en de mens en de hele kosmologische, hoe heet het, structuur, als ik het zo mag zeggen. Dat de hele kosmische beweging is vernieuwend, per definitie. Maar dat we in de vrijmetselarij aangereikt krijgen dat we deel kunnen nemen in die ontdekkingstocht naar die vernieuwing. Dat is heel belangrijk wat je daar zegt. De vrijmetselarij is in zichzelf, denk ik, voor mij, hè, laat iedereen dat vooral voor zichzelf de invulling geven, niet het avontuur op zich, maar de vrijmetselarij stelt mij in staat om het avontuur van de voortstuwende wereldorde en samenstelling te beleven, zin te geven, zo goed als ik maar kan een beetje te begrijpen en daar iets mee te doen. Dat is wat de vrijmetselarij doet. En in zichzelf is het niet het avontuur, het maakt het avontuur mogelijk. Yes. En, precies. Dat spreekt mij er erg aan. En dat geeft ook direct aan dat de vrijmetselarij norm of waarde vrij is. En alle flauwekul dat de vrijmetselaren iets zouden willen in de wereld, dat is daarmee ook onderuit. Want ze beschouwen wat er gebeurt in de wereld en hebben daar een systeem voor om dat duiding te geven, plaats te geven. Ja. En hoe meer je vertrouwd bent met die werkwijze van die vrijmetselaren, wat best een hele tijd, echt vele jaren kan duren en steeds weer nieuwe ontdekkingen oplevert en daarin ben je nooit uitgeleerd, hoe rijker eigenlijk jouw beleving van die zich veranderende wereld om jou heen kan zijn. De herkenning daarvan. Ja. Ja. En dat vind ik er zo fascinerend. Ja. En dat maakt ook dat het ook voor jonge mensen, maar ook voor mensen die al 40 jaar bij de vrijmetselarij zitten, steeds spannend blijft, omdat de vrijmetselarij hen in staat stelt om die veranderende wereld te beschouwen. En die staat niet stil. Nee. Dit is eigenlijk een heel mooi aanknopingspunt om dit te gebruiken naar een ander onderwerp dat eigenlijk een afspiegeling is van hetzelfde. Die ontwikkeling die werd tot voor kort, ik denk nu aan een paar decennia eigenlijk, werd dat spiritualiteit genoemd. Ik zie spiritualiteit als een zich verruimend bewustzijn. Hè? Dat is voor mij spiritualiteit. En als dat afgeleid wordt door allerlei beelden en ideeën over hoe de heiligheid in elkaar zou, dat heeft niets van mij te maken met spiritualiteit. Maar juist het ontwikkelen, het zich ontvouwend bewustzijn, nog beter. Dat is voor mij spiritualiteit. Ik zeg dit omdat we nu gaan praten, hoop ik, over hoe kunnen we een jongere generatie, want wij zijn al eigenlijk senioren op dit gebied, hoe kunnen we een jongere generatie laten merken dat wat wij spiritualiteit noemden, zij ontwikkeling noemen. Persoonlijke ontwikkeling of bewustzijnsverruiming. Want ik geloof dat als die nieuwe generatie, die veel meer geïnteresseerd is in de essentie van de realiteit dan in een spiritueel verpakte vorm, vol met verromantiseerde tierenlantijnen, dat we dan veel meer mogelijkheden hebben om de jongere generatie te laten zien hoe rijk de vrijmetselarij is, zodat ze misschien geïnteresseerd raken om zich meer te gaan oriënteren. Hoe vind je dat die spirituele ontwikkeling? En hoe zie je dat bij de jongeren? En dat lijkt mij zo interessant, omdat er een groot verschil is in mijn optiek. Ja, ik denk dat spiritualiteit heel levend is. Ik denk dat ook de huidige generaties heel erg bezig zijn met wat de spiritualiteit, met dat ontvouwen zich bezighoudt. De zoektocht die generatie van nu, maar dat is niet alleen maar van de afgelopen 10 jaar, maar dat is natuurlijk al langer. Hè? Dat is eigenlijk vanaf de
ik denk 60, 70 jaar al zeker gaande. De zoektocht is dat men veel minder antwoorden wil hebben, maar wil worden geholpen om het zelf uit te vinden. En daarom denk ik dat vrijmetselarij een heel erg rijke toekomst voor zich heeft, omdat in het licht van wat ik net zei, ik denk dat de vrijmetselarij een middel is om je eigen spiritualiteit vasthoudbaar, benoembaar en deelbaar vooral ook ervaarbaar te maken, zonder dat de vrijmetselarij nou per se invulling wil geven aan datgene wat er spiritueel zou zijn. Het stelt jou in staat om jouw eigen groei, jouw eigen ontvouwing vorm te geven. En heel veel stroming, of dat nou de klassieke religies zijn of allerlei stromingen die de mens meedenken te moeten nemen, die toch een bepaalde manier een dogma vormen, wel een antwoord geven of vaste uitgangspunten, die geven minder de ruimte aan de vrijmetselarij om tot je eigen ontwikkeling te komen. Die dwingen je eigenlijk een beetje jouw ontwikkeling op. En dan blijf je binnen een bestaand systeem. Ja. En heb je per definitie al de randjes van jouw ontdekkingsreis ingetekend. Je nodigt dogmatiek uit, als het ware. Ja, en de kracht van die vrijmetselarij. Ik denk dat er steeds meer vraag zal zijn naar benaderingswijze van spiritualiteit en zoektocht naar begrip van wat er gebeurt, wat we leven noemen, naar waardevrije systematieken die helpen om te ontdekken en te delen. Ja. En als vrijmetselarij kans ziet om daarop aan te sluiten, op die zich steeds verder ontwikkelende vraag. Ja, dan denk ik dat een fantastisch instrumentarium ligt voor vele generaties na ons om te hanteren. Om de wereld van dan te begrijpen. Wat mij ook opvalt eigenlijk is dat de nadruk die de vrijmetselarij voorheen had op de christelijke waardes, dat die nu vermengd wordt, dat er andere systemen uitgenodigd worden. Ik denk aan Oosterse filosofieën, ik denk aan meditatieve zaken, maar ik denk ook aan de metafysica uit het Oosten, die zo totaal anders is dan de metafysica zoals wij dat hadden. Dat de jongeren daarin heftig geïnteresseerd zijn, omdat die vragen beantwoorden, of laten we zeggen vragen stellen, die nooit uit het christendom zijn mogen gesteld worden, om een moeilijke constructie ervan te maken. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, en ik denk dat je heel erg gelijk hebt. En dat is niet alleen van het nu, want Oosterse, zoals Egyptische benaderingswijze, zit al aan de bron van de vrijmetselarij. Water, aarde, lucht en vuur komt rijkelijk voor in de vrijmetselarij. Ik denk, als jij dit zo zegt, moet ik aan denken dat een taal, noemde net vrijmetselarij een taalvorm, en we kennen ook in Nederland, in elke taal, heel veel leenwoorden. En die worden soms dominanter. We krijgen hele zegswijzen in onze ene taal, die we lenen, overnemen uit een andere taal en heel mooi integreren. Die worden eigen aan de taal zoals we die spraken. En op dezelfde manier kan ik mij dus ook voorstellen dat inderdaad Oosterse zienswijzen, maar denk ook eens aan hele andere, ik bedoel de Maori, de Indianen. Er zijn zoveel groepen in de wereld en mystieke richtingen in de wereld die steeds meer ontsloten en steeds meer geaccepteerd zijn. Als valide, allemaal als leenwoorden in onze masonieke taal worden opgenomen, gebruikt. Sommigen zullen weer afvallen, sommigen zullen juist wel blijven. Maar dat is de evolutionaire ontwikkeling. Wees er tegen en je wil dus stilstand genereren. Nee, omarm het, want daar zit groei en ontwikkeling. Ook daarin. Verrijking. En dan denk ik dat je als vrijmetselarij daar heel erg blij mag zijn dat er binnen het geheel wat vrijmetselarij heet zoveel ruimte is om je eigen weg te gaan, om je eigen invulling te geven en dus leenwoorden te gebruiken.
ben heel even, ik wil mijn woorden goed kiezen, omdat we anders gaan wezen hier zelf een beetje aan dat vierenfluit wat dat betreft. Die vlemmerserij doe je met elkaar en er zit een broederschap idee in en dergelijke. En die nodigt uit om het met elkaar eens te zijn. Mijn bouwstuk van een tijdje terug ging dus ook daarover. Ik heb daar op een gegeven moment gezegd, wees je bewust van de vooroordelen van waaruit we handelen. Eigenlijk zeg ik daar, wees je bewust van dat onbewust verbonden gevoel en hoe lekker dat is. Hè. Het is ook een heel veilig gevoel. Juist. Wees je bewust dat dat onbewuste bestaat. Juist. En wees er niet per se tegen, want we zijn ook mensen en kennelijk zijn we ook groepsdieren en vinden het, voelt het veilig om niet helemaal in je eentje in de wereld te staan. Maar laat je niet bedotten door jezelf. En dan ben ik en dan is het veilig en dan is het goed zo. Maar yes, die transcendente ego-ontwikkeling, die kun je juist heel goed doormaken als je je veilig voelt in dat andere stuk. Als je daar onveilig of zoekend of anders in bent, dan wordt het best ingewikkeld om op verschillende niveaus je ontwikkeling te zoeken. Dus de ritualistiek, de rituelen, die geven je eigenlijk een soort veilig gevoel bij de transitie die zonder die ritualistiek misschien als onveilig zal worden aangevoeld. Ik kan me voorstellen dat dat heel erg zo werkt, ja, dat ze je een handvat bieden om het, dat ze je uitnodigen om vanuit de onbenoemde veiligheid je eigen pad naar buiten te doen. En dat doe je niet zo makkelijk als je de woorden en de systemen en de metaforen niet van hebt. Yes. Maar als die jou worden aangereikt op een manier die jou uitnodigen, zou je het leuk vinden om hier wat mee te doen? Yes. In plaats van, je moet hier wat mee doen, maar meenemend, dan kun je denk ik om dat transcendente ego stuk stappen zetten. En, maar je ziet toch wel dan dat, is dat jouw idee over de vrijmetselarij, dat het met het doel naar een transcendent beleven van de werkelijkheid reikt. Dat het daartoe... Ik denk dat het doel van de vrijmetselarij niet hoger is dan haar leden datgene te bieden wat die leden kunnen gebruiken om hun transcendente ego te benaderen. Alright. Maar de vrijmetselaar die het meemaakt en ziet en het moeilijk vindt om dan iets te doen met hetgeen hem geboden wordt. Dus die is vrij om daar op die manier mee om te gaan. Want de vrijmetselarij dwingt mensen niet. Nee. U zult groeien. U zult omarmen. Nee. U zult transcenderen. Ja, want het is ook op... uitgenodigd om datgene wat wij met elkaar hier hebben en delen. Ja. Te gebruiken voor uw eigen persoonlijke groei. En als u het leuk vindt, doen we het samen. Ja. En dan gaan we met elkaar over praten. En is uw groei nog altijd de andere dan de mijne. Ja. Maar beide zijn we voor onszelf daarmee dan op pad. Yes. En ik denk eigenlijk dat vrijmetselarij niet groter is dan dat. Nee, het heeft de mogelijkheid tot een transcendente groei in zich. Maar het stimuleert ook het huidige niveau om daar op een meer bewuste wijze mee om te gaan. Ja, heel erg dat, ja. Want als je daar bewuster mee om kan gaan, kan het alleen maar leiden naar meer harmonie. Want bewustzijn excludeert, denk ik, strijd en de negatieve kanten van het mens zijn. Laat zien in ieder geval waar die strijd is en dan is het aan het individu om voor de strijd te kiezen of niet. Ja, dat is een andere strijd die ik nodig heb. Ik bedoel oorlog en ellende. Dat een beperkt bewustzijn is. En dat als je dat bewustzijn kan verruimen, als je meer inzicht krijgt, dat dan vanzelf een innerlijke harmonie zich ontwikkelt. Dus dat hoeft niet noodzakelijk op een transcendent niveau te zijn. Dat kan dus gewoon op onze huidige, alledaagse wereld plaatsvinden. Ja, en dat vind ik ook heel erg leuk dat je dat zegt, want we gebruiken hele grote woorden nu in het gesprek zo.
Kunstenaars zijn ook geneigd nog wel eens om in hele abstracties te praten en dergelijke. Maar het heeft allemaal alleen maar zin als je het ook naar jezelf toe en naar jouw echte wereld, jouw echte bestaan, weet te vertalen. Yes. Naar jezelf, voor jezelf een plek kunt geven en ook tegen jezelf kunt zeggen dat het die plek heeft. Yes. Want dat zie je natuurlijk niet alleen binnen de vrijmetselarij, maar in allerlei stromingen. Nog wel eens dat er heel veel moeilijke woorden en heel veel prachtige volzinnen uiteindelijk niet echt tot iets anders leiden dan dat iedereen zit te knikken en een glas wijn neemt. Dat is een mooie overgang die je nou aanreikt. Want hoe moet deze veranderingen die je propageert in concreto worden uitgevoerd? Wat zie je voor je? Wat wil je instigeren? Wat wil je aanreiken om uit een, ja, ik zou bijna zeggen, een vorm van een impasse die we op het ogenblik hebben in de groei van de vrijmetselarij, om daar uit te komen en te laten zien dat het veel interessanter is aan de jongere generatie. Dus daar moet inderdaad die verandering komen. Ja. Heb je enig idee hoe dat praktisch zou kunnen gebeuren? Nou, ik denk dat, ik heb daar niet een avondplan voor liggen, maar ik denk dat een essentieel onderdeel daarvan moet zijn, is dat de vrijmetselarij heeft toch wel heel erg de neiging om geïnteresseerd te zijn in haar eigen verleden. En de vrijmetselarij zou zich eigenlijk moeten interesseren in de toekomst van haar aankomende leden. Yes. Daar moet de focus liggen. Waar heeft straks een vrijmetselaar behoefte aan? En dat rituaal 1815 buitengewoon boeiend was, dat weet ik. En dat is ook heel erg leuk en zo. En ik ga ook regelmatig naar een museum. Maar daar speelt het zich uiteindelijk niet af. En je moet je bewust zijn waar je vandaan komt. Ik zei helemaal in het begin van het gesprek ook, je moet het oude vooral niet weggooien en ridiculiseren. Ja. Maar je moet wel naar voren blijven kijken. En de vrijmetselarij heeft zo'n rijke historie. Er zijn zoveel gebeurd en er zijn zoveel prachtige teksten en rituelen beschikbaar, dat het verleidelijk is om daarin te blijven hangen. Dus als wij nou willen groeien en een breder publiek zouden willen aanspreken, moeten we de mannelijke, vrouwelijke en gemengde vrijmetselarij, alle drie, gewoon vrijmetselarij gaan noemen. En daar niet ingewikkeld over blijven doen van ja, maar de mannelijke is de oudste en de rest moet er maar een beetje bij. Nee, dat is gelijkwaardige vrijmetselarij. Ja. Dat gaat heel goed, dat wordt steeds meer geaccepteerd en gemengd. Ligt op persoonlijk niveau van mensen die er iets over te zeggen hebben, dat het hier en daar stokt. Maar het is onmiskenbaar dat we gewoon naar hedendaagse beleving toe zullen gaan. En dan moeten we van daaruit kijken van waar gaat de behoefte van onze leden over in de toekomst. En zou je dat kunnen omschrijven? Wat is volgens je indruk de behoefte die we nou aanzien komen of die er al is zonder dat wij het signaleren? Wat zijn jouw signalen, laat ik het zo zeggen, dat, waar we aan moeten werken? Ik denk dat we de vrijmetselarij aan die generatie na ons moeten aanbieden, zoals ik het net ook noemde, als een te gebruiken instrument en niet als een leerstelligheid. Right. Yes. En vooral de ruimte laten aan de mensen naast komen om hun eigen pad daarin te vinden. Wat wij ook als vrijmetselaren steeds propageren. Hè? Wij propageren dat iedereen heeft het recht te zoeken naar zijn eigen waarheid. Maar maak dat dan ook heel expliciet naar de mensen. Yes. En zeggen, en als u dan op zoek bent naar uw eigen waarheid, dan heb ik hier een werkwijze en een systematiek die heel ver teruggaat en zijn waarde bewezen heeft, maar die u ten dienste staat om uw stap naar voren te maken. Als je met die toon naar de nieuwe generaties toe gaat, dan heb je een heel ander verhaal. En is het niet verrukkelijk om dan in een groep mensen te zitten die dezelfde uitgangspunten hebben, die dezelfde wijze van beleven willen gaan ontwikkelen, zodat je een ruggespraak hebt, meespraak, tegenspraak enzovoorts, om daar sneller en duidelijker een stap in te kunnen zetten. Ja, dat is. Maar zou het niet fijn zijn als we hebben nu een vrij grote verscheidenheid in loges. De ene loge is echt qua toon, qua gespreksniveau anders dan de andere. Yes. En er zijn binnen loges leden die heel erg de Oosters, die leenwoorden zou ik maar zeggen, omarmen.
En er zijn er bij die heel veel dichter bij de oude beleving willen blijven en dergelijke. En laat dat alsjeblieft bestaan en toon dat aan jouw nieuwe generatie als een snoepwinkel. Ja. En wees niet bang dat iemand niet bij jouw loge gaat, terwijl je toch echt in jouw omgeving woonde, maar naar die andere loge, omdat je gewoon qua beleving en qua ontwikkelambitie anders zit dan jij. En misschien wel meer ambitieus of minder ambitieus. Maar zich meer thuis voelt. Maar daar ga ik niet over. Nee. Daar gaat alleen maar die nieuwe vrijmetselaar over, wat hij wil. Yes. En als die nieuwe vrijmetselaar het gevoel heeft dat hij moet, dan denk ik dat het heel snel over is. Ja. Die nieuwe vrijmetselaar moet het idee krijgen dat hij mag. Yes. Dat hij is uitgenodigd. Ja, precies. Ik denk dat daar de richting in ligt die we zouden moeten uitgaan met de vrijmetselarij. Ja. Dan moet je wel dus oude dingen durven loslaten. Dan moet je dus durven trots zijn op datgene wat er was. En bereid zijn om dat tot het verleden te benoemen. Stimuleren. En dan kom je weer op het hele groei- en ontwikkelstuk waar het mee begon uit. Ja. En durf maar los te laten. Want het is echt goed. We zijn er trots op en alles. Maar het is het verleden. Bewaar het oude meesterwoord, griff het hier of daar, en ga verder naar voren. Wat is het meesterwoord? Wat bedoel je daarmee? Nou, de oerinspiratie, datgene wat voor jou symbolisch staat voor van waaruit jij wenst te acteren. Okay. Dat mag aan verandering bloot zijn. Dus een innerlijke kennen eigenlijk. Ja, je gronding misschien wel. Die grondnorm. Waar komt de grondnorm? Om bij te halen. Maar die kan natuurlijk, op een gegeven moment kun je die overboord zeggen van wacht eventjes, ik zit in een veranderende wereld. Ik stel mijn grondnorm ter beschikking, mijn oerparadigma. Yes. Van waaruit, om het akelige woord maar te gebruiken. Dat stel ik ter discussie. En ik ben bereid om het aan te passen. Zo niet zelfs omver te werpen. Maar alweer, ik bewaar het in die zin het goede daarvan als motivator, als inspirator, als wijze les om het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden en een bepaalde lijn in mijn ontwikkeling te kunnen houden. Maar ik hou er niet krampachtig aan vast, want zo was het altijd en zo zal het altijd moeten zijn. Nee, ik ben bereid om het oude meesterwoord op een gegeven moment op te geven en een nieuw meesterwoord te omarmen. In de wetenschap dat straks ook een oud meesterwoord zal zijn en ook weer zal worden verworpen. Yes. En daar ga je in groeien. Yes. En dat is een evolutionair proces met revolutionaire fases en momenten. Yes. En dat moet je durven zien. Yes. En als er nou iemand is die naar deze video kijkt en die denkt, verdomme, ik zou best eens iets meer willen weten. Wat staat hem dan te doen? Dan denk ik dat je altijd bij het hoofdbureau van de Vrijmetselarij pas kunt om te kijken, is er in mijn omgeving een of meer loges. En dan zou ik gewoon mijn lichthuis gaan opsteken. Dan zou ik niet direct een lidmaatschapsformulier aanvragen. Dan zou ik gewoon in gesprek gaan en proeven. Of zoals ik het nu vertel, als dat bij jou aanspreekt en wij zitten samen, nou, dan kun je stappen zetten. En als je denkt van ja, dat helpt mij, dan is het leuk om te kijken of je bij een loge bij jou in de buurt aansluiting kunt vinden. Nee, dat is niet voor iedereen. Waar ik in de video mee moet passen is dat je gaat ontkennen alle slechtheid die je over. Nee, dat is niet.